Goedemorgen, Kooiwijzerkijkers. Wij zijn in het mooie. Dat zeg ik niet. En dan zal ik straks wel even zeggen waarom dat het geval is. Maar wij staan hier met een dikke prijswinnaar, Kenneth Spiesens. En jij hebt gewonnen op de All-European Online Kooi Show, de eerste editie. Niet alleen de Tatenkooi Adult Champion Award, maar ook de Adult Champion Award. Dus zowel vanuit de ZNA-jurering... als vanuit de Shinkokai-jurering dezelfde prijs. Ja, dat klopt, zegt, klopt. Dat zegt wel spot-on adult champion, zeg ik. Ja, het is, is een beetje ook een droom die wat uitkomt om wat majors te winnen. Ja. Zeker en vast. Het is, ik ben er enorm blij mee dat zowel ZNA als de kwekers toch dezelfde mening delen. Ja. Dus, dat is goed. En goed, voor de mensen die jou niet kennen, Kenneth, wie ben jij? Waar woon je? Ik ben Kenneth, 34 jaar. Ik woon in Baal, dat is Vlaams-Brabant. En ik ben al wel een tijdje met de hobby bezig. Ik heb deze ochtend nog eens even nagekeken. De eerste kooishow die ik meegedaan heb met Kim was in 2009. Oh, dus, dat is al lang geleden. Al wel even 15 jaar terug. Afdrien. Dus, thuis... 540 kuub, eentje van 12. En nu zijn we bezig met eigenlijk het principe als hier een 50 kuubs binnenvijver. Oké. Okay. Dus, ik kan me vaag herinneren bij de prijsuitreiking in Afligem vorig jaar, dat jij heel vaak naar het podium moest lopen. Ja, klopt. Klopt. Want op een gegeven moment zei je nog van, jij kan beter blijven staan. Ja, blijf maar staan. Ik denk, die gast die loopt met alle prijzen weg hier. Want... Nee, dat was eigenlijk wel een enorm succes. Het zit eigenlijk zo, ik geef altijd mijn visie over de kooi is eigenlijk gelijkstroom met die van Kim, dus hij weet wel wat ik zoek. Is er eigenlijk elke keer Is vervelend is dat, hè? Dus ik heb ook wel eens van die dealers die mij zo goed kennen, die sturen dan een foto van, volgens mij vind jij dit wel leuk. Ja, dat is ook zo. En dan ben ik en verkocht. Als je dan ziet dat de prijzen navenant zijn, dan is het alleen maar mooier. We hadden vorig jaar op BKS Best Kohaku. Dus dat is allemaal wel... En wanneer is die liefde voor de kooi gestart bij jou? Ja, eigenlijk van kinds af aan wel. Hadden we al de grote 45 kuub, die hadden we al liggen. Oh. Dus, en dan, ik denk dat ik 2007, 2008 bij Kim is kleine Tosai ben gaan kopen. En dan de eerste keer kooi show. Dan heb ik wel een paar jaar geen kooi show gedaan. Ja, ja. Maar dan sinds een paar jaar toch eigenlijk best intensief daarop aan het richten. Ja. Dus dat competitieve Het zit er wel in. Het is en blijft een hobby natuurlijk. Ja. Maar het is heel leuk als je mooie prijzen kan behalen. Ja. Probeer ook elk jaar mee te doen met All Japan. Lukt ook goed. Ja. Dus het is... Heb je dit jaar nog meegedaan? Dit jaar heb ik ook meegedaan. Met een Goshiki waren we derde, als ik me niet vergis. Oh, ja. Netjes. Dus vorig jaar met een andere Goshiki gewonnen. Ja. Het is... Het meedoen vind ik wel echt heel leuk. Ja. Dus, want je had het over meerdere vijvers eigenlijk thuis. Je bent aan het verbouwen of aan het veranderen. Ja. Waar gaat je voorkeur naar uit qua variëteit vis? Vroeger, een paar jaar geleden, was ik eigenlijk heel fel op Ginrin gefocust. Maar het is ook zo'n beetje als je mee wil spelen in de andere sizes met om wat majors te winnen, moet je toch richting Gosanke gaan. Daar zit momenteel wel vooral Kohaku. Ja, ja. Kohaku. Ja, Kohaku had ik wel heel grote fan van. Een bepaalde kweker ook? Dat maakt op zich voor mij niet heel veel uit. Als de bouw en de huidkwaliteit goed is en goed blijft, is het goed voor mij. Ja. Dus wij gaan ook niet bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, je kan mooie Nissai kopen en je kan ze beginnen rekken en duwen en trekken. Maar... de huid en het patroon moet allemaal wel in evenwicht blijven. Ja. Dus dat doen we dan wel op een rustige manier. Bij sommige kwekers kan je het wel doen om even lekker door te groeien. Ja. Met een Dainichi bijvoorbeeld, die kan je flink laten doorknallen. Ja. Maar dit is geen Dainichi? Nee,
Waar we het over hebben, deze adeldame. Nee, klopt. Kun je hier iets over vertellen? Hoe ben je er aangekomen? Die komt van de premium collection van Kimskoi. Oké. Dus dat is eigenlijk een, ja, de selectie van beste kooi die Kim samen doet met Danny. Ja. Zij heeft eerst nog in Japan meegespeeld. Dan is ze eigenlijk naar België toegekomen om de premium collection te doen. Mm-hmm. En tot mijn verbazing, maar ik had het al wel met Kim besproken van... Wat vind je zelf van de kooi? Ja. Hij zegt, ja, dat is een topper. En tot mijn verbazing was er eigenlijk niemand die zei van, ik ga hem ook mee inkopen. Okay. Dus heb ik mijn kansje gewaagd en ik had er. Ja. Dus en dan heb ik er dan ook meteen ingezet op de online show. Nog even een keer, hoe oud is ze? Hoe groot is ze? Ze is van Hisemasa, 68 centimeter. 68. Dus we gaan hopen dat ze daar nog onder blijft voor de BKS. En ze is vierjarig. Vierjarig, oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Hopen dat ze eronder blijven voor de BKS. Ja. Dat gaat Kim lukken, want die weet altijd precies de grens. Ja. En dan na de show is het, dan moet hij weer dan door. Is het terug, ja, dan moeten we 10 centimeter door. Op. Klopt. En in Japan is dat wat makkelijker. Hè? Dan zijn die klassen wat kleiner. Ja. Ja, maar die vis die zwemt. We zijn nu niet bij jou thuis. Nee, hè? Wij zitten in een special house. Ja. Ja, ik heb altijd eigenlijk het vaste vertrouwen in Kim en Danny. Ja. Ik zeg het ook altijd zoals het is. Dat zijn de twee mensen achter mij. Want we hebben dan alleen Kim Kloet en Danny Tange. Ja, dit is ook Danny's house. Ja, klopt. Dus hier zitten eigenlijk de topvissen. Ze zwemmen hier wel rond. Dus, ik zie dat de heren net aangekomen zijn. Ja. Maar we gaan heel even iets over het huis hier vragen. Maar blijf maar lekker staan, Kenneth. Kim, mag ik je erbij roepen? Ja. Kijk, beste mensen thuis, Kim Kloet van Kimskoi. En hoe ver weg is dat van... nou, daar gaan we niet over hebben. Maar wij zitten in Danny's house. Wie is Kim en Danny? Dus ik ben Kim van Kimskoi. En Danny is eigenlijk mijn rechterhand. Iemand die al meer dan 10 jaar bij Kimskoi werkt. En die ook eigenlijk in hart en ziel een kooiliefhebber is. En die eigenlijk heel... grondig en goed werk levert altijd. En die, als je kooi moet verzorgen en uitgroeien, die heeft daar een heel goed gevoel voor. Dus, oké. Ja. Want ik herinner me, en daar is nog een video van, jij hebt ook zoiets thuis, zeg maar, nog groter en mooier dan dit. Waarom doe je dat niet thuis? Omdat eigenlijk bij mij thuis is meer een soort transfercentrum, quarantainecentrum. Een hub? Ja. En daar heb ik eigenlijk een serre met 7 bassins. Maar als je kooien wilt laten uitgroeien, voorbereiden, dan is heel belangrijk stressloos. Ja. Dus eigenlijk bij mij thuis wordt regelmatig nog kooien verplaatst, komen nieuwe kooien aan uit Japan en zo. Hier mag niemand komen bijna. Ja. Dus hier is uiterste rust. Die kooi hier wordt niet geschept. Stressloos, goede verzorging, alles in functie van voorbereiding en ontwikkeling voor kooishows, voor de premium collection. Dus daarvoor hebben we deze locatie. Nou valt de naam al een paar keer. Wat is jouw premium collection voor de mensen die dat niet kennen? Ja, het is eigenlijk, tijdens de Ikeyage in Japan, oktober, november, gaan we altijd op zoek naar kooi voor allerlei budgetten, voor alle liefhebbers eigenlijk. En dan premium is eigenlijk een soort stempel die we dan geven, een soort waardering, keurmerk. Ja. Voor kooi die we zeggen in het allerhoogste segment, of qua, zowel potentieel voor wedstrijden als potentieel voor de toekomst. Okay. Dus het zijn echt kooi dat we zeggen van, die raden we echt aan als je uw norm, uw lat erg hoog legt. Oké, okay. En deze vis, nu de Adult Champion, kun je nog herinneren waar je die tegenkwam of hoe die zag voor het eerst? Ja, ik heb die eigenlijk als Sansai gekocht, omdat Hidemasa, de meeste mensen kennen die waarschijnlijk, is niet zo'n grote kooifarm. Is eigenlijk een kweker die vroeger bij ISA gewerkt heeft, die is dan op zijn eigen begonnen. Die is gestart eerst met Doitsu Gosanke kweken, omdat dat voor hem makkelijker opstart qua cashflow en zo. Maar eigenlijk zijn droom zit ook in Gosanke te kweken, ergens tot 60, 65 centimeter en... dan klaarstomen voor bijvoorbeeld een Yonkoi show in Japan. Zo heeft hij het mij ook uitgelegd. Ja. En gelijk die Kohaku
heb ik als Sansai gekocht. Waarom? Omdat die als Nisai nog steeds verstopt was. Omdat Hidemasa heeft ook de gewoonte van zijn echte tategoïs, die gaat hij niet tonen. Okay. Die oogst, die onmiddellijk verwijdert hij die. En waar doet hij die? Want hij beneden aan de straat heeft hij, maar daarboven een stukje omhoog heeft hij. Maar heeft hij nog veel nee, meer? Nee, volgens mij, hoe dat ik het begrijp, hij oogst. En de mudpond, als je een oogst doet, die is niet helemaal leeg meestal. Die zet hij gewoon terug. Oh. En dan iets later, als de drukte voorbij is, dan gaat hij die naar zo ergens een geheime locatie nog brengen. Dus je krijgt ze niet te zien. Nee. Dus, ah, wat een slimmerik. Maar deze nog, deze dus wel. Als Sansai. Als Sansai. Ja, ja, want ja. Wist ik ze... Ik heb ondertussen de foto's ontvangen als Tosai, als Nisai. Ik zou ze als Nisai al gekocht hebben. Ja, ja, ja. Maar hij had ze goed verstopt. Godverdrie dubbeltjes. Ja, ja. En wat zijn jouw toekomstverwachtingen voor deze nu nog? Eigenlijk, ze is momenteel niet zo groot als Yonsai. Dus daar zijn we het allemaal over eens, denk ik. We zijn gewend aan Momotaro Sakai, mensen die 12 maanden kooi doorgroeien in dikwijls indoor conditions, waar alles onder controle is. Afgelopen jaar, vorig jaar 2023, was een moeilijk jaar voor de kwekers die buiten groeien. Ja. Omdat het was een heet jaar, er was weinig regen. Dus de kwekers in Niigata die buiten uitgroeien, zijn de kooi dikwijls gestopt met eten. Ja. Omdat het zuurstofgehalte laag was, te extreme omstandigheden. Dus die kooi heeft niet enorm gegroeid op die moment. Nee. Maar schoonheid is heel stabiel gebleven, kwaliteit. Dus ik denk, nu gaan we proberen van ze terug een beetje wel onder gecontroleerde omstandigheden te laten uitgroeien. Ja. En dan hopelijk... Voor mij is het niet belangrijk supersnel. Dus van uit te groeien met kwaliteitsbehoud. En dat is de grote uitdaging altijd bij Gosanke. Kooi met Beni is altijd... Je kan ze doen groeien, maar je moet ook het been niet mooi houden. Ja, ja, en dat is altijd de moeilijkste uitdaging. Dus ik hoop dat we naar de toekomst toe eerst richting 73, 75 centimeter kunnen gaan. En dan altijd proberen de kwaliteit erin te houden. Ja. Maar hoe groot dat ze exact gaan worden, durf ik niet zeggen. Wat wel interessant is, er zit, het ouderdier was een Dainichi Kohaku ook. Dus er zit groeipotentieel in, alleszins. Okay. Maar we gaan ons best doen om nu een beetje terug groei in te krijgen ook. Nou ja, hoe belangrijk vind je het, Kenneth, dat die vis de 80 overschrijdt? Nee, het is zoals ik ook daarnet zei, het moet niet daarom volgend jaar of binnen 2 jaar of het is een kwalitatief heel goede vis. En dat die nu 70 is of 75, als die vis op zich kwalitatief heel goed is, dan is het voor mij goed. Als we richting de 80 willen gaan of groter. Ja, dan zijn er andere opties natuurlijk. Ja. En dan kunnen we wel eens gaan shoppen. Ja, dit is weer een... Dan gaat hier van alles gebeuren. maar dat mag in een kooihuis. Die vissen die hebben onderhoud en verzorging nodig. Dus dat laten we gewoon lekker zijn beloop gaan, hoor. Dat is geen probleem. En het is gewoon klaar. Het was door het backwashen bezig. Okay. Ja, we gaan, zoals jij zei, alle rust voor de show zijn we hier bezig. Ja. Toch willen we haar in beeld brengen. Dus dat kan met de GoPro even, zachtjes, rustig onder water. Ja. Die hebben ontsmet. Heb je alweer opvolgers al langzaamaan in de... Ergens? Er zitten er misschien nog in Japan verstopt. Oh, dus, oh. Okay. Ja, dat is... Kim weet, ik zeg het, Kim weet altijd wel wat ik wil. Ja. En ja, ik weet, dat is heel irritant. Hij kent mijn verwachtingen. Hij weet ook, mooie en ik vissen. Weet ook altijd, ja, dit is altijd in orde. Dus misschien zit er wel wat klaar in Japan, ja. Ja. Nou ja, goed. Ik ken dat gevoel. Elke keer weer. Het houdt gewoon niet op. Nee. En nee, hoe kom je van je overtollige vissen af? Maar op zich valt dat best mee. Dus we hebben dan thuis wel die van 40 kuub. Dus dat noem ik eigenlijk de... Ja. Overloop. Ja, klopt. Dus het rusthuis voor de kooi. Oh, ja. Die ik zeg van, ja, die eigenlijk niet meer te gebruiken voor kooishow. Dus, en nu dat we aan de grotere binnenvijver bezig zijn, hebben we natuurlijk terug wat ruimte. Ja, dus, okay. Mooi. Wij gaan ze zo even in beeld brengen. En dan kan iedereen daarvan genieten. Ja. Kim, wanneer ga jij weer terug naar Japan? Ik ben aan het nadenken. Zeker in de herfst, maar misschien ergens in de lente nog. Oh, okay. Nou, mooi.
Er zijn nog mooie kooishows volgens mij in het verschiet. Vind ik altijd wel mooi om heen te gaan, maart en april. En dan of de bloesem gewoon bekijken. Er zijn mensen die dat ook willen zien. Ik wil jullie alvast bedanken voor jullie tijd en dat we hebben mogen kijken. Ja. Nogmaals, Kenneth, van harte gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Met deze toffe prijzen, zeg maar. Ja, ja. Nou ja, laten we even naar haar kijken. Ja, is goed. Dank u. Dankjewel.